Fuck, it's so warm. Oh. Oh! Yo vriendjes, welkom bij een nieuwe video. Ik heb een super leuk plan. We gaan richting Amsterdam naar Dunkin' Donuts. Ik ben zelf nog nooit in Amsterdam geweest. Überhaupt niet met een motor, überhaupt niet met een scooter, brommer of auto. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat is. We hebben een navigatie. Ik ga het je laten zien. Yeah. Het is eindelijk gewoon lekker weer. Daar ben ik oprecht heel blij mee. Kijk, we hebben hier. Daar kan mijn telefoon in. Hoppa. En dan kunnen we gewoon nog steeds naar Amsterdam rijden. Terwijl ik niet weet waar ik rijd, zeg maar. Dan hebben we een dubbele camera. Jullie zien zo meteen mij. En jullie zien mijn POV. En dan hebben we Dylan natuurlijk. Ja, Dylan sneuvelt zo hier en daar wel een beetje. Kebabrateur, die moet er inderdaad nog even uit. Hij valt nog steeds uit. Dus... maar dat is een probleem voor later. Oké, let's go. We gaan snelwegen vermijden. 41 minuten. Dat is ook echt hartje Amsterdam. Oké, we gaan het gewoon doen. Ik hoop niet dat ik dood ga. Of aangereden word. Dylan! Hallo Dylan. Die aan. Deze aan. Oké, en Dylan heeft er ook nog steeds zin in. Volgens Naffy moeten we naar links. Je weet toch Naffy? Die ene kerel, maat. Die video gaat helemaal viral. Ah, ik heb één oordopje niet goed in mijn oor geduwd. Zo, nu wel. Oh, ik kan ook bijna niet zien waar ik heen moet. Het is zo donker. Oké. Wow, ik ben zoveel... Hey, nee. Ik had voorrang, vriend. Ik had voorrang. Ik ga ook niemand corrigeren. Laat me met rust. Dikke Audi. Dit zijn weer video's zoals vroeger. Gewoon superveel chaos in een paar seconden. Oh, ga op, officier. Oh, een beetje lucht. Deze jongen kijkt wel. Oh, rustig Dylan. Rustig. Oh, we moeten echt die kebabrateur openmaken. Hij valt de hele tijd uit. Arme Dylan. Arme Dylan. Oké, plafond aanpak. Nog steeds. Ik denk dat mijn... sowieso het begin van mijn video's zijn altijd chaotisch. Ik weet niet. Maar we gaan richting Amsterdam. We gaan... naar Amsterdam, zelfs in Amsterdam. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat is. Ik weet dat er heel veel camera's zitten. Dus ik mag mij en ik kan mij ook niet misdragen daar. Want dan word ik gewoon compleet gestraft. Kijk, sommigen van jullie weten volgens mij al dat ik bij Voordeelhelmen in Amsterdam werk. Dus zoek jij nog een helm en wil je advies van mij? Kom lekker langs. Geen probleem, altijd gezellig. Maar ik wilde een keer eerder weg. Ik weet niet meer waarom. En toen heb ik een deeltje met mijn baas gemaakt. Dat ik donuts voor hem zou halen. In ruil voordat ik eerder weg mag. En dat mocht, maar ik moet nog steeds donuts halen. En dat is al een maand geleden. Was dat een bom? Je mag daar niet harder dan 50. Ik trek daar altijd veel te hard op. Maar dan heeft hij ook een bom. YouTube monies! Jongens, abonneer. Want dan kan ik nog meer fouten maken zoals dit. Dus ik had hem beloofd om donuts te halen. Tot op heden, na een maand, heb ik dat nog steeds niet gedaan. En gaan we dat nu doen. En hieronder, zoals jullie zagen, heb ik gewoon bescherming zitten. Don't worry. En ik heb mijn oordopjes in. Whee! En ik ben zo blij, jongen, dat het weer gewoon... Het is gewoon droog. Het is zon. Het is lekker. Het is... babben buiten. En het is gewoon perfect weer. Dat zijn geen toeterbloemen. Oh, het zijn wel koele bloemen. Wat zijn dat? Wow, het zijn super grote witte toeterbloemen of zo. Blijf het doen, Dylan. Blijf het doen. Kijk, op deze manier blijft die kebabrateur. Kebabrateur het doen. Onder het spoor door en dan naar links. Dat gaat wel lukken. Don't you worry. Kebabrateur. Ik heb echt iets met dat woord. Oh ja. En zwervers natuurlijk. Het is ook wel echt een stad, inderdaad. Nou ja, wat zeg ik? Amsterdam is gewoon een grote stad. Hier ben ik wel eens eerder geweest, dus het is niet helemaal onbekend. Maar straks wel de stad in. Hey, waar gaan we heen? We gaan hierheen en dan gaan we naar links. Dankjewel, Naffy. Altijd als ik ruzie heb met iemand, ik word niet boos. Ik ga ook niet schreeuwen, ik ga niks doen. Kijk je alleen even aan, zo van... Nee, ik ga mijn energie hier niet in steken. Oh my god, een wilde hond. Fuck die Pokémon! Deze gaan we naar rechts. Er zou hier file moeten zijn volgens Google Map. Nou, Google Smacks, er is helemaal geen file. You lie. En valt uit. Hoezo val je nu niet uit? Oh ja, en nou wil ik wegrijden, dan val je uit. Ik zie al wat jij aan het doen bent, Dylan. Ik heb het wel in de gaten. Oh, 50. Oh my god. Oh, ik ga echt boetes rijden hier. Ik heb nu al voor dit jaar, mogen jullie best wel weten, ik denk zo ongeveer iets van €300 al aan boetes. En dan echt alleen maar snelheid. Kan gebeuren. Hoezo rij jij harder? Ik rijd 50. Maar. Oh, tunnel. Jullie weten wat we doen met tunnels. Hey. Helemaal niks. Want ik heb nog steeds een Dylan. Nee, Dylan is super stoer. Kijk, eigenlijk wil ik heel graag gewoon nu zo naar voren filteren. Ik heb er een goede reden voor. Ik ga dat niet doen. Want dan wil ik heel hard wegrijden. En als daar dan een flitspaal zit, is de kans heel groot dat die flitspaal mij pakt. Dus nog een Pokémon. Ja, het is echt warm buiten hier. Als je gewoon, ik weet niet. Als je inademt, ruik je gewoon die warmte. Dat kan toch? Ik vind in ieder geval dat dat kan.
Oh ja, maar inderdaad, voordeelhelmen. Kom een keertje langs. Zoek jij nog een helm voor je brommer, scooter, motor? Ik help je echt heel graag. Ik geef je advies, et cetera. En ja, als je me herkent en je vraagt om stickers, dan stop ik gewoon stickers bij de tas. Of als je niks koopt, dan geef ik je de stickers. Het zijn niet de stickers van de giveaway, dus als je de stickers van de giveaway wil winnen, laat een reactie achter. Maakt niet uit. Iets liefs, de naam van je huisdier. Dan maak jij gelijk kans op de stickers van de aanstaande zondag. Als je mij inderdaad ziet bij voordeelhelmen en je herkent me en je zegt, hey, jij bent toch Jill? En je vraagt om stickers, dan krijg je wel stickers. Maar niet die. Dan krijg je mooie kleine lieve stickers, net zoals die. Hij zit verstopt. Daar. Daar moet ik heen. Ik kan het niet zien. Daar moet ik heen. Ik denk rechtdoor. Oh, mijn zus die woont daar. Dat is Meme Island. Meme Island. We gaan rechtdoor. Rechtdoor. In Amsterdam. Amsterdam. Hallo, mama. Oh, dat is parkeercontrole. Ik dacht dat het Google Maps was. Shit. Dat gaat er echt dom uitzien. Hé, nog meer, maar daar ga ik niet naar zwaaien, want ik weet nu dat het parkeercontrole is. De auto's, die hebben gewoon camera's op hun dak. En dan rijden ze gewoon langs en dan scannen ze alle kentekens. En wie verkeerd staat, krijgt gewoon gelijk een print. Een boete. We zijn er 7 minuten van verwijderd. Ik klink echt als een zenuwleier met dat geheng aan mijn gashendel. Maar ja, hé, anders valt die uit. Ik wil niet dat Dylan uitvalt. Ah, nog steeds rechtdoor en er zit van alles in mijn ogen. Ah, het zijn mijn wimpers. Het zijn niet mijn wimpers. Oké, je moet wel een keuze gaan maken. We gaan naar links. Ik zie heel donker een blauw streepje naar links gaan. Oh, dit is wel cool. Gewoon relaxed voetballen, zonder dat je bal weggejiet wordt. Oké, dat is minder moeilijk dan ik had gedacht. Ik dacht echt dat we langs de gracht zouden moeten. Overal kijken, links, rechts, bijna doodervaringen. Dat was mijn verwachting eigenlijk. Is het gewoon een cruiseschip? Is het gewoon een cruiseschip? Holy shit. Holy shit, dat is gewoon een cruiseschip. Damn. Hier wil ik wel voor staan. Ik heb geen zin in leswagens. Sorry. Heel lief en zo, maar ik hou niet van leswagens. Terwijl iedereen moet het leren. Dylan valt uit op het moment dat ik dat niet wil. Dylan, val uit. Val uit. Val uit. Yes! Hij is niet uitgevallen. Ik heb ook geen idee. Oké, zie, eigenlijk daarom wil ik niet voorop rijden, want ik heb geen idee waar ik naartoe rijd. Shit, mijn telefoon is heel donker, omdat het, dat er geen licht op is gekomen. Ah, oké, ik zie het weer. Rechtdoor. Blijf het doen. Goed zo. Goed zo, Dylan. Je kan het. Wow, kijk dan. Dat is een schip. Het lijkt gewoon op een complete villa. Het is een varende... Het zijn allemaal woningen of zo gewoon. Zo groot dat het is. Hoe noem je nou? Een flat. Een varende flat. Dat wilde ik zeggen. Wow, dikke Audi. Wow, muziekgebouw. Ik ben helemaal... Wow, dat is Nemo of zo, toch? Die vis. Maar dan het museum. Nemo. Nemo. Dylan, blijf het doen. Wij moeten bij komende stoplicht, ook wel dat stoplicht daar. Nou, dat is top eens. Die man ging aan de kant voor mij. Dat is echt heel lief. Tot op heden heb ik nog maar één politieauto gezien. Oké, okay, Amsterdam was echt heel barbaars in mijn hoofd. Oh, ik heb zo warm. Oh! Haha! Je zou er maar net over praten. Ik neem mijn woorden terug. Haha! Hoewel zeggen de politiewagens in Nederland zijn niet lelijk. Ze zijn best wel mooi. Hallo camera, zoveel camera's hier. Hallo vriendjes! Wat vinden jullie eigenlijk van deze camera? Ik vind het echt geniaal, laat het weten. Oké, we zijn er 9 minuten van verwijderd. Ik weet niet wat ik zei met mijn 7 minuten, maar dat was een leugen. Sorry. Dat is het ook inderdaad. Door heel Amsterdam mag je nog maar 30. Dat is niet hard. Dat is echt niet hard. Ik kan beter fatbike hebben. Oké, rechtdoor. Wow, dat is steeds hobbel. Oké. Kijk, ja, dan kan je inderdaad op het dak zitten. Ik ben daar geweest met de basisschool. Ik mag gewoon hiervoor staan. Denk ik. Oké, ik weet hoe ik moet rijden. Oké, dit is nummer 1. En kijk, dat stoplicht daar moeten we naar links. Maar misschien kan je dan beter alvast links gaan staan. En ik moet nog 30 minuten... Wat? Nee, ik moet 6 minuten rijden, bedoel ik. Ik bedoel, ik mag hier maar 30 km per uur en ik moet nog 6 minuten rechtdoor. Ah, nu zit er echt iets in mijn oog. Oh, dat kunnen jullie nu ook zien met die camera. Fijn! Ja, oké, de standaard R7 is ook wel echt heel fancy. Ik vind een stunt R7 toch wel mooier. Nee. Yes, Dylan zei wel, ik kap er mee, maar dat voelt niet heel erg. Oké, we zijn er 3 minuten van verwijderd en we rijden gewoon in Amsterdam. Holy shit. Oké, Amsterdam, het is echt heel mooi. Kijk die gebouwen. Oei, joh. Oké, het is minder hectisch en chaotisch dan ik had gedacht. Oh, kijk dit. Oh, lieve bootjes en boomboten. Volgens mij is zo'n boomboot echt knijterduur. Kijk, weet je, ik wacht wel. Maar daarna is het klaar. Daarna wacht ik niet meer. Als mensen niet lopen, dan ga ik gewoon weer rijden. Oh, het is hier links. Ja, daar. Ik zie het. Ik heb het gespot. Oké, wacht. Hoe komen we daar? Zonder dat ik alle regels breek. Crisscross links. Geen tram. Nope. Dylan, niet uitvallen. Niet nu.
Hey, we zijn gewoon bij Dunkin' Donuts. Oh, voor de eerste keer ook. Nou, dat is niet waar. Best wel veel dingen zijn gelukt in mijn leven. Ah, ga open. Hallo, tram. Die tram die heeft altijd voorrang, volgens mij. Dus als je ooit je autotheorie of motortheorie wil halen en je krijgt een vraag over die tram, die heeft altijd voorrang. Oké, we gaan donuts halen. Oké, we hebben de donuts. Nu is de uitdaging om weer terug te komen op werk. Cute! Zo lief! Nu is het alleen dat we de donuts mee moeten nemen. Nu zien ze er zo uit. En ik denk dat ze er straks niet meer zo uitzien. Ja? Het gaat maar alleen over hoe jij gekomen bent hier. Nou, dat dacht ik zelf dus ook. Ik denk, ik moet hier zijn, maar hoe ga ik hier komen? Daarom. Maar goed, je mag niet vanaf dan hier naartoe. Ja. Maar wel van hier naar Dam toe. Enige tips voor in Amsterdam rijden met de motor? Kijk, je bent gelukkig wel motor, maar geen snelheidsduivel. Ja, gewoon kijk goed om je heen, want het is heel druk. Ja. En ja, het is wel net zoals overal. Maar het is even wat drukker. Oké, dan ga ik één keer nog de regels breken en dan ben ik weg, ja? Doei! Werk ze! Oh my god, ik had echt geluk. Anders had ik waarschijnlijk gewoon een boete. Wat een aardige agent. Hier mag je dus niet overheen normaal. Oké. Ik weet dat het niet mag. Sorry. Yo vriendjes, we zijn bij Voordeel Helmen Amsterdam. Ik wil jullie iets heel cools laten zien. Kijk, ik heb een spiegelvizier. En zoals jullie zien heb ik gekke killstreak. Ik heb allemaal muggen gekopt. Daar hebben we echt magisch spul voor. Dit spul, ik zal zo meteen laten zien waar je het kan halen in de winkel. Als je dit spul erop spuit, en dan moet ik ook. Niet op je pinlock overigens gebruiken, dan doet je pinlock het niet meer. En je wrijft er een beetje overheen met een microvezeldoekje. Blijf hier. Dan is die gewoon schoon. Super spul. Oké, dit flesje is wel heel groot, maar we hebben er kleinere flesjes van. Oh, je kan zelfs mezelf zien. Hallo. Oh, een GoPro. Koei. Nog meer op. En nu is die heel eng clean weer. Dit is overigens ook mijn setup. GoPro'tje. Daarin heb ik een magneet zitten. Ga open. Met die magneet kan ik de microfoon erin klikken. En daarom horen jullie mij soms heel vreemd. Ik zal jullie laten zien waar ik dit spul vandaan heb gehaald. Doei. Hier hebben we die hele grote flesjes. En hier hebben we die lieve kleine flesjes. En deze zijn wel prettig. Die kan je gewoon in je zak stoppen. En die kan je makkelijk meenemen. Dus dat is wel echt super, super handig spul. Dus heb je dit niet? Kun je gewoon online bestellen of langskomen. En dan zou ik dat echt meenemen. Verder hebben we genoeg helmen zoals jullie zien. Dus ga jij motorrijden of ga jij brommer rijden? Dan denk ik dat wij wel de juiste helm voor jou hier hebben. En we zoeken graag samen met jou. De passende helm voor jou. We gaan nu richting huis. De kip in de oven doen. Ja, ook online zijn wij de grootste. Oh nee, wat staat nou? Ook online zijn wij de allergrootste trap. Voordeelhelmen.nl Varta Motor. Meer dan 80 merk trap. Ik zie niks hè, mijn helm. Als ik zeg maar omhoog kijk, zie ik alleen maar zwart. Ik kan niet zien wat mijn tenen aan het doen zijn. Waar is de sleutel? Hoppa. Eerlijk, best wel een lekker dagje eigenlijk. Oh ja, mijn melk gaat mee. Die mee. Maar dat is. Ik dacht net, ben ik erg dat ik tegen iemand heb gezegd dat hij een kleine piemel heeft. Misschien dat hij gewoon niet moet toeteren op het moment dat ik zeg maar wilde gaan rijden. Omdat het net groen was. Dus nee, ik denk niet dat het erg is. Meer, het is zo lekker weer. Zo lekker weer. Zo, alles is weer opgeladen. Dagje Amsterdam gehad. Ik vond het oprecht heel leuk in het begin. Daarna vond ik het best wel vervelend eigenlijk. Want je staat de hele tijd stil en je mag maar 30 en... Mensen hebben het warm in de auto en die zijn snel gefrustreerd. Net zoals onze man in de zwarte bus met een kleine piemel. Dat was leuke handhaving en zo. Maar zou ik het nog een keer doen? Nee, niet zo snel. Niet zo snel. Er moet er wel echt een reden achter zitten waarom ik die kant op wil.
Oh, ik heb het sluisje van mijn microfoon afgetrokken. Dat is niet zo heel handig eigenlijk. Maar misschien is de audio beter, weet je? Ik ga het gewoon een keer laten. Ik ben wel benieuwd. Misschien is de audio beter nu. Nu identificeer ik mezelf even als een fiets. Als hij er weer zin in heeft.